deze hebben we nou helemaal niet nodig. Deze doe je gewoon voor de lol. Omdat de file stond in groep. Dat is toch niet normaal? Je hebt toch voor de ook gereden, niet? Nee. Niet? Nee, deze niet. Die gaan we straks nog doen. Op de eenweg hebben we ook een probleem. Mm-hmm. Goeiedag. Mogen wij hier niet doorheen? Alleen die kant op. Ja, daar ben je doorheen. Ja. Ik weet niet waar de navigatie mij heen stuurt, maar... Oh, dat hebt hij al niet eens door. Bedankt, hè. Dank je. Gaan ze hier ook op de fiets Kut, want dat hebben we wel een probleem op de terugweg. Ja. Wel goed dat we nu even rijden, want... Ja. Ja. Je zag die blikken die al van met op kop Lars Boom, die hard doortrekt, ja, geen compassie heeft met de mannen die op achterstand zijn geraakt. Ik denk dat Bauke Mollema ook in die eerste groep zit. Bam. En dat is toch een groepje van, ik dacht een man of 20 hoog uit. Daarachter weer allemaal verspreide pelotonnetjes. En dan wordt er meteen schande gesproken natuurlijk over het feit dat er vooraan zo hard wordt doorgereden. Nou, we mogen door, gewoon. Prima. Vorig jaar de groep. Pas op. Bauke Mollema, zoveel Nederlanders daar komen. Ja, ging goed. Verschrikkelijk hard. Daar zo meteen langs dan of zo, dat er drie verkeerde treinen langs staan. Nee, dat moet bijna wel. Vreemd.
zetten.